Nou, ik sta te wachten op de trein naar Maastricht. Oh, herrie, hè? Je hoort hem al. Ik ga een dagje in Maastricht rondkijken en daar een vlog over maken. Nou, zie je die wasbakken achter mij? Ik ben nu in de Sphinxpassage. En dat is Sphinx, hè, van keramiek. En het is een van hun fabriekshallen. En daarin hebben ze een tegelpassage gemaakt waarin 30.000 tegeltjes de geschiedenis van de keramiek in Maastricht wordt uitgebeeld. Ik zit op de bovenste etage van een kerk en die kerk is een boekhandel. Nou, ik heb helemaal geen boek nodig vandaag, want ik wil niet de hele dag sjouwen met een boek. Maar ik vind het wel bijzonder dat er een boekhandel in een kerk is. Nou, dit is het Vrijthof. Dat ken ik alleen maar van horen zeggen eigenlijk, van concerten. Ik dacht dat ik naar een expositie ging van tassen en sieraden aan het Vrijthof in Maastricht. Maar die expositie is toch heel anders dan ik had verwacht. Het is een expositie van Ted Noten. En hij is de meest radicale kunstenaar, ontdek ik hier, die er zo'n beetje op dit moment leeft. In 11 kamers neem je eigenlijk een kijkje in zijn brein. En belangrijke thema's die daarbij een rol spelen, dat is perfectie en verval en schoonheid en geweld. Stad gezien en nu lekker eten.